De Floriade stond maandag 21 mei in het teken van China. Op een vol Floriade Theater werd de China-dag ceremonieel ingeluid met sprekers, muziek en dansoptredens. To be here on this beautiful, warm and sunny Monday morning at the World Show stage of the Floriade 2012. Burgemeester van Horst aan de Maas, Kees van Rooy, heette in zijn beste Chinees de bezoekers welkom. Hupje Guanyin Zhang Meiyin Nu. In het China-paviljoen konden de bezoekers kennis maken met de Chinese cultuur en vonden er meerdere demonstraties plaats.